Wekenlang bakken moest Henk post uit Ten Boer, want dit jaar bestellen mensen veel Sinterklaasvoer. De bestellingen varieerden van kleine tot grote, met speculaas, taai-taai en vooral veel pepernoten. De aanvragen lopen langzaam een beetje uit de hand. En niet alleen in de buurt, want ze komen zelfs helemaal uit Zeeland. We hebben het lekker druk. Het is, decembermaand is een toptijd voor de bakkerij. Het is natuurlijk in november al begonnen. Dat iedereen, iedereen is weer thuis. Iedereen werkt thuis. Dus iedereen die gaat zichzelf verwennen thuis. Wil het gezellig maken. En ja, daar hoort natuurlijk iets lekkers bij van de bakker. Eigenlijk vanaf de eerste corona, zeg maar, vanaf maart, april, hebben we al, zijn we omhoog gegaan, zeg maar. En is het druk in de winkel, meer klanten. En ook veel online bestellingen hebben we. Mensen hebben hun ouders wonen in Groningen, zeg maar. En die gaan dan, ze wonen elders in het land. En ze komen bij hun ouders langs. En hey, dat was lekker. Oh, dat is van de bakker. Nou, dan gaan ze online en dan zeggen ze, nou, kun je ook bij mij bezorgen. Een beetje bekendheid, een stukje waardering dat mensen hier in Groningen zijn geweest en toch eigenlijk je product willen blijven eten. Dat geeft wel een, dat is wel iets moois. Nou ja, een stukje waardering voor je product en wat je maakt. En ja, waar we zelf ook als team helemaal trots op zijn, zeg maar. Populair is de amandelstaaf en de speculaasstaaf. En die maken we zelf. We maken alles in de bakkerij eigenlijk zelf. Amandelstaaf, puur van amandelen gemaakt, 100%. Die zien er mooi uit. En die zijn erg lekker. Morgen is het 5 december, dus iedereen gaat Sinterklaas vieren. Of de meeste mensen. Dus ik denk dat het lekker druk wordt. Veel bestellingen, veel gebakjes. Dus kom maar op, we zijn er klaar voor.